Parijs. De stad van de Olympische Spelen in 2024. En de stad van onze klimaatafspraken voor 2030. Hebben we in Nederland met waterstof als een van de nieuwe energiebronnen goud in handen? Ik ben Renomi Kromowidjojo. In 7 afleveringen duik ik samen met Jorg Hiedler in de wereld van waterstof. We peilen de stand van Nederland waterstofland op weg naar 2030. En nemen je mee langs onze waterstof-economie in opbouw. Welkom bij Die Andere Reis naar Parijs. Deze aflevering staat in het teken van de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving. Ik heb afgesproken met Maurice. Hij is betrokken bij een waterstofproject van Hollander Techniek in Apeldoorn. Maurice, waar staan we nu? We staan bij Hollander Techniek in de technische ruimte. Wat we hier eigenlijk zien is buizenstelsel om het pand te verwarmen. Dus we hebben het drukvaat hier achter staan waar het water op druk wordt gebracht, zodat de installatie up and running kan zijn en het pand comfortabel verwarmd wordt. En waarom heeft Nederland nou goud in handen met waterstof als energiedrager voor de gebouwde omgeving? Ja, waterstof is een van de potentiële energiebronnen die ons kan helpen in de energietransitie. We hebben goud in handen omdat we bij Ramea geloven in meerdere wegen naar duurzaamheid. Dus we hebben warmtenetten, elektriciteit en gasvormige. En waterstof is een vorm van gasvorming. We moeten afscheid nemen met z'n allen van het aardgas. En waterstof kan daar een hele mooie toegevoegde waarde in bieden, omdat we het kunnen transporteren door onze huidige infrastructuur. Hoe ziet Ramea de toepassing van waterstof? Waterstof toe te kunnen passen hebben we de backbone uiteindelijk nodig. Daar kunnen we de meeste woningen of de meeste panden uiteindelijk op aansluiten. We hebben natuurlijk technici nodig die met waterstof overweg kunnen en de installatie kunnen opleveren. En wat we nu eigenlijk heel erg met name zien zijn de decentrale opwekkingen. Waardoor we pilotprojecten eigenlijk kunnen starten door lokaal een electrolyzer neer te zetten. Restwarmte af te vangen, ook weer te gebruiken. Maar in ieder geval kennis en kunde op te doen met waterstof in de gebouwde omgeving. En waar komt het warme water vandaan? Nou, het warme water komt uit die hoek. En vervolgens wordt het hier op het systeem op druk gebracht. En zie je eigenlijk hier dat middels het verpompen eigenlijk het pand op warmte wordt gebracht. Dus vanuit hier gaat het naar boven toe. En wordt het pand voor 400 medewerkers comfortabel verwarmd. Nou, wat je hier eigenlijk ziet is onze 100% waterstofketel voor de utiliteitsmarkt. Zoals je ziet is die gelijk aan de reguliere aardgasketel, in dit geval propaan. Ja, en de werkingsprincipe is ook gelijk, in dit geval staat in de cascadeopstelling. Dus ze werken met elkaar samen en bepalen welke ketel uiteindelijk het vermogen als eerste gaat leveren. In dit geval hebben we ervoor gekozen om waterstof als eerste ketel te laten fungeren. Om zo samen met onze klant Hollander, maar ook voor ons zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen met het waterstof en met deze ketel. Normaliter is de waterstofketel de eerste ketel die gaat branden. En we hebben hier nog een regelaar bij zitten waardoor ook het hybride systeem en de warmtepomp die buiten staat meedoet in het hele systeem. En daarmee kunnen we het pand comfortabel verwarmen. Die ketel lijkt wel een beetje op wat er bij mij thuis staat. Ik heb net een verbouwing achter de rug met onder andere een warmtepomp en het huis geïsoleerd. Maar waarom dan toch voor waterstof kiezen? Nou, waterstof is een van de mogelijkheden die we hebben in de energietransitie, omdat we het huidige aardgasnet kunnen gebruiken. En zonder al te veel aanpassingen kunnen we eigenlijk door datzelfde net waterstof transporteren. Dus als we voldoende waterstof hebben, kan het een potentiële oplossing zijn om bijvoorbeeld monumentale panden, waar we geen goede isolatiemaatregelen kunnen treffen, om die te verwarmen. En dan zal een ketel à la dit, die zullen daar ingezet kunnen worden om toch dat pand op hoge temperatuur comfortabel te kunnen verwarmen. In de Nederlandse woonwijken zijn er nu zo'n 10 tot 12 veelbelovende waterstofprojecten die vooral door netbeheerders samen met regionale partners worden uitgevoerd. Deze initiatieven variëren enorm, van een enkel huis dat op waterstof draait, tot hele straten, buurten en zelfs dorpen, met plaatsen als Wageningen en Lochem als voorbeeld. We kunnen daarbij ons huidige aardgasnetwerk geschikt maken voor transport van waterstof. Zodra de grote omschakeling naar waterstof een feit is, is het mogelijk om in bepaalde regio's dorpen en steden aan te sluiten. We lopen nu op een leeg terrein. Ja, we staan hier op het bouwterrein. Wij gaan uitbreiden. Het heeft de afgelopen jaren mooi ontwikkeld. Wat betekent dat we wat ruimte tekort komen in ons bestaande pand.
En nou, dat gaan we hier op dit terrein doen. En dan hebben we op de achtergrond het bestaande gebouw en hier komt het nieuwe gebouw. Ja, hier komt dan het nieuwe gebouw. Zou je nog iets meer kunnen vertellen over waar we nu staan en hoe het nieuwe bedrijf eruit gaat komen te zien? Ja, hier komt een nieuw gebouw wat we middels waterstof verder willen gaan klimatiseren. Je ziet daar nu nog rode flessen staan waar onze groene waterstof in zit. Maar wellicht de komende jaren dat we hier waterstof gewoon uit de leidingen krijgen. Maar wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie? Nou, we hebben meerdere uitdagingen, maar ik denk met name de CO2-reductie en ook de hele netcongestieproblematiek. Dat zijn voor ons gewoon grote uitdagingen waarmee we ook denken dat we de energiedrager waterstof ook heel goed daarin kunnen gaan toepassen. Daarom zetten we daar nu gewoon volop in, dat we gewoon kennis en ervaring ook gewoon gaan opdoen van deze nieuwe energiedrager. En waterstof gaat ons denk ik gewoon heel veel mooie dingen brengen als bedrijf. Dat we nu als een van de koplopers daarmee aan de gang mogen. Maar ook gewoon om doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie en netcongestieproblematiek oplossen te bereiken. Waterstof in de gebouwde omgeving is nu nog niet vanzelfsprekend. Er zijn andere gebieden, zoals de zware industrie, waar het toepassen van waterstof een grotere impact heeft op de CO2-reductie. Cruciaal daarbij is de aanleg van een waterstofbackbone voor de industrie. Als deze backbone er is, kunnen regionale netbeheerders de gebouwde omgeving aansluiten om daar CO2-reductie te realiseren. Vraag en aanbod zijn hierbij van invloed op de prijs van waterstof. Ook in de gebouwde omgeving is er potentie voor waterstof. In de volgende aflevering leren we je alles over de toepassing van waterstof in mobiliteit. Op het land, op het water en in de lucht.